Naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest en God, Amen. Welkom terug bij ons programma De Hemel op Aarde. We hebben de afgelopen tijd hebben we heel veel ingezoomd op de bezienswaardigheden in de kerk, wat we allemaal kunnen zien in de kerk en hoe onze kerk er eigenlijk uitziet. En nu is het tijd om een nieuwe serie te beginnen van afleveringen waarin we gaan focussen op gebeden in de kerk. Want het vorige was eigenlijk een soort introductie, want alles wat, in de kerk, wat we kunnen zien in de kerk dient ertoe zodat wij God kunnen lofprijzen. En dat is uiteindelijk ons doel. Wij willen natuurlijk, ons doel is om de hemel te bereiken. En onze enige taak in de hemel, onze voornaamste taak, is het prijzen samen met de engelen. En dit zeg ik niet zomaar. Dit zeggen we elke dag in de liturgie. Dat zeggen we elke dag in alle gebeden, in alle lofprijzingen. Het staat heel vaak in de Bijbel omschreven dat onze taak het prijzen is met de engelen. Als we kijken naar wat de priester zegt in de liturgie. Die zegt tijdens de anafora, en het woord klinkt al op, op een Egyptisch woord dat we allemaal kennen, anafora. Dus een fontein, dat is het moment wanneer eigenlijk onze harten opstijgen naar de hemel. Dus we boodsen eigenlijk de hemel na. En wat zegt de priester dan? Die zegt, u bent het die omringd wordt door de cherubijnen. Vol ogen en de serafijnen met zes vleugels, die u al door zonder ophouden loven. Dat betekent dat... De taak van de serafijnen en de cherubijnen, dus de engelen van de hemel, is het loven van God, is het prijzen van God. Wij willen dus in de kerk dat nabootsen, zodat wij in de kerk eigenlijk de hemel kunnen ervaren. Verder in Psalm 150 bidden we ook dagelijks in de liturgie staat: "Laat alles wat adem heeft de Heere loven, halleluja." Hij zegt dus alles wat adem heeft, zowel hier op aarde als later in de hemel. De hemel en aarde moeten daarbij verbonden zijn. Nou, dat was een korte introductie. Hoe gaan we dan verder? Hoe, hoe ziet dat er zich uit in de praktijk? In de praktijk hebben wij uh, enkele cycli waar de kerk zich aan houdt. We hebben de jaarlijkse cyclus, we hebben de maandelijkse cyclus, we hebben een wekelijkse cyclus en we hebben een dagelijkse cyclus. Dan gaan we even op inzoomen. We beginnen met de jaarlijkse cyclus. De jaarlijkse cyclus begint eigenlijk met kerst, zoals het verhaal. Van Christus zelf begonnen is met Kerst, met de verkondiging aan Maria, en vervolgens met Kerst. Zo begint de jaarlijkse cyclus van, de, van het liturgische jaar, eigenlijk, zoals we dat noemen. Vervolgens wordt Jezus gedoopt met het doopfeest, daarna uh, komen we stap dichterbij, bij de grote vasten, bij de Pascha, bij de verrijzenis, bij de hemelvaart, bij het Pinksteren, bij vasten van apostelen. Eigenlijk zijn dat allemaal dingen die elk jaar opnieuw herhaald worden. En daar hebben we dus een hele cyclus voor. En aan het mooie aan onze kerk is, is dat je elk moment, als je de kerk binnenloopt, kan je eigenlijk herkennen in wat voor staat de kerk is. Is het een droevige staat? Dan hoor je dat aan de melodieën. Zie je dat aan de gordijnen, aan de voorhangsels? Is het een hele vreugdevolle staat? Dan zie je dat ook. Aan, een, zie je en hoor je dat. Dus dat is wel het hele mooie aan onze kerk, is dat alle melodieën en alle. Uh, uh, dingen die we kunnen zien in de kerk ertoe leiden dat we echt een sfeer hebben die past bij de periode van die kerk. Dat was de jaarlijkse cyclus. Gaan we door met de maandelijkse cyclus. Die is wat minder bekend, maar toch zijn er bepaalde feesten die we elke maand vieren in onze kerk. En dan hebben we het over elke koptische maand. Dus we focussen nu op de koptische maanden, want dan zien we dat er op de 29e van elke koptische maand herdenken wij drie grote feesten. Ten eerste de Annunciatie. Ofwel de aankondiging van aartsengel Gabriel aan de maagd Maria dat Jezus geboren zou worden. Dat vieren wij op de 29ste van de maand. We vieren ook herdenken wij kerst, dus het verhaal van kerst en de geboorte van Christus. En verder ook de verrijzenis v uh, gedenken wij ook tijdens uh, deze dag van de maand, dus de 29ste van elke koptische maand. En dat zie je in de liturgie van de 29ste van elke koptische maand, zie je ook dat de liederen... Over al die drie die thema's gaan. In Psalm 150 zeggen wij ook, uh, herdenken wij echt expliciet de aankondiging aan Maria. Herkennen wij het kerstverhaal en her, uh, herdenken wij de verrijzenis, ofwel Pasen. Vervolgens, op de 21ste van de koptische maand herdenken wij de maagd Maria. Dat is elke koptische maand herdenken wij haar grote rol in onze verlossing. Door middel van haar is de verlossing begonnen, is het hele verlossingsverhaal begon. Het begon met Kerst, maar het uiteindelijke doel was natuurlijk dat God ons zou verlossen aan het kruis. En doordat de vleeswording via de maagd Maria uh, kon plaatsvinden, herdenken we haar elke maand. En haar, uh, die, die gedachtenis aan haar is zo belangrijk dat de kerk heeft besloten dat elke maand uh, in de liturgie te verwerken. Haar rol was zo groot in het verlossing dat we dat niet uh, elke maand niet kunnen vieren. Ten slotte, op de twaalfde van elke koptische maand herdenken wij de aartsengel Michael. Dat heeft twee redenen. Ten eerste, hij was een van de grootste en krachtigste engelen. Nog steeds, hij is een van de grootste en krachtigste, krachtigste engelen van uh, het Engelenrijk. En uh, je ziet ook dat hij met veel heiligen betrokken is. Hij verschijnt daar veel heiligen, hij geneest veel heiligen. En daarbovendien, daarbovenop, kunnen we hem ook zien eigenlijk als de engel van de verrijzenis. Hij was degene die het steen van het graf wegrolde en eigenlijk de verrijzenis en de opstanding van Jezus verkondigde aan iedereen. Zo'n grote engel is ook iemand die we elke koptische maand, elke twaalfde van elke koptische maand, herdenken in onze liturgie. Dat was de maandelijkse cyclus, gaan we verder op de wekelijkse cyclus. Elke week, zoals jullie weten, op zondag gedenken wij de verrijzenis van Christus met de uh, liturgie op zondag, gedenken wij eigenlijk de dag van Christus, de dag van de vreugde, die herdenken wij dan op zondag. En dan hebben we ook nog woensdag en vrijdag, dat zijn hele belangrijke dagen in onze kerk. Op woensdag en vrijdag vasten wij namelijk. En dat heeft twee redenen. Voor woensdag is de reden dat wij vasten, omdat wij gedenken aan het verraad van Judas op die dag. Dus wij denken dat het verraad van Judas zo bitter moest zijn dat wij eigenlijk vasten uh, om die reden. En op vrijdag natuurlijk herdenken wij het kruis. En daarom vasten daarom wij ook elke vrijdag. Dus eigenlijk zie je dat er ook in een week, dat er meerdere gedachten zijn die we elke week moeten herdenken. En als je dan nog verder inzoomt op een dag, dan zie je dat er zelfs op een dag nog meer dingen zijn die we dagelijks doen. En dan kunnen we heel goed inzoomen op een, heel, eigenlijk, een hele mooie volgorde. En om te beginnen moet ik uitleggen dat een dag als een, een koptische dag of een christelijke dag begint eigenlijk de avond van tevoren. Dus als er een gedachtenis is op een dag, dan beginnen we eigenlijk de avond van tevoren als voorbereiding op die dag. Het allereerste waar we mee beginnen is de lofprijzing van het avond wier, Dus we hebben eerst gaan we het lofprijzen en vervolgens komt daarna gelijk het avond ofwel Vespers. Daarna komt de lofprijzing van middernacht. Die vindt gebruikelijk plaats uh, in de nacht. Uh, dat is hoe de traditie ons geleerd heeft. Maar omdat dat om praktische redenen vanwege werk en school et cetera niet altijd haalbaar is, wordt het in onze kerken eerder gebeden in de avond. Maar in principe hebben we dus een avondgebed waarbij die, dat bestaat uit lofprijzing van Vespers en Vespers. Vervolgens in de nacht hebben we de lofprijzing van middernacht. En vervolgens hebben we in de ochtend weer de lofprijzing van het ochtendwierookgebed. En daarna pas volgt het ochtendwierookgebed en de heilige liturgie. Dus als we eigenlijk zien en inzoomen op een dag, dan zien we dat een dag een avond van tevoren begint. En eigenlijk heel veel stappen heeft voordat we aankomen bij de liturgie. Waar we eigenlijk allemaal aanwezig zijn. Dus de dag bestaat uit een heel groot gedeelte van gebeden. Naast al deze gebeden zijn er ook nog de de uren, de zeven uren van de Ekbeen. Dus al deze zeven uren worden dagelijks opnieuw gebeden. En die zijn dan verdeeld over de dag, over de tijdstippen van de dag. Dus dan hebben we eigenlijk wat we kunnen zien: we hebben een jaarlijkse cyclus, een maandelijkse cyclus, een wekelijkse cyclus en een dagelijkse cyclus. Waarbij onze kerk. Allerlei gebeden heeft ingesteld die eigenlijk in een cyclus herhaald worden om elke dag lofprijzingen te kunnen geven aan God. De komende afleveringen zullen wij inzoomen op de dagelijkse cyclus en elk aspect daarvan uitgebreid beoordelen in de komende video's. Ik hoop dat ik jullie daar allebei allemaal nog kan zien. Glorie zijn God tot een eeuwigheid. Amen.